De natuur doet van alles met mij. Als burgemeester van Aanhunzen inspireert de natuur mij, ontspant de natuur mij. En daarom is het natuurlijk prachtig om juist in deze gemeente aan het werk te zijn. Want je hebt zoveel mooie natuur om je heen, dat die ontspanning en inspiratie er elke dag ligt. Nou, van nature ben ik een heel gedreven type, heel actief. Dus in die zin, in combinatie met de natuur is dat natuurlijk prachtig. Want die natuur die geeft mij juist die rust. En tegelijkertijd kan ik me daar juist in die natuur heel goed ontspannen. Ik had vele mooie ontmoetingen in de Drentse natuur, maar zal ik de laatste eruit lichten? Op een hele mooie lenteavond aan het hardlopen in het bos achter Anlo. En in één keer een vos, zomaar op een zandpad. En we keken elkaar aan en het was een hele mooie ontmoeting. Zomaar op een mooie zomeravond achter Ando. Ik denk dat over 80 jaar de Drentse natuur er nog niet eens zo heel veel anders uit zal zien. Nog steeds net zo prachtig zal zijn. We zullen er zuinig op zijn, mede door fantastische organisaties als het Drentse Landschap. Bij deze verjaardag van het Drentse Landschap past natuurlijk in die zin een ruime gelukwens, maar tegelijkertijd ook een hoop dat het Drentse Landschap nog jarenlang zoveel kan betekenen voor het Drentse Landschap zoals ze in de afgelopen jaren hebben betekend. Grote klasse. Het was fantastisch. We hebben lang nagedacht over de mix van cultuur en natuur. En in het Festival de A kwam dat prachtig samen onder de noemer Cultuurlijke A aan Hunzen. En daar merkte je dat de natuur een fantastisch decor is voor alle mooie cultuurartingen. Natuurlijk is de natuur ook belangrijk voor de jeugd. Alleen je zal er wel een goede modus voor moeten vinden. We merken het zelf aan onze drie kinderen: daar doe je ze geen plezier mee om een ochtend te gaan wandelen in de Drentse bossen. Maar als je er iets spannends aan toevoegt, als je er iets actiefs aan toevoegt. dan zien ze ook hoe prachtig die natuur is, ook voor hun generatie.